Nou, wij waren daarom vooral te luisteren naar de emoties van de mensen. Het was één grote brok emotie. In de auto daarnaartoe had ik al bericht binnengekregen dat dat 14-jarig meisje was overleden. En ik was bang dat dat via social media in de bijeenkomst binnen zal treden en het gebeurde. En op dat moment zat ik naast een meisje die de beste vriendin was van het overleden meisje. Ze zei, ik ben met haar opgegroeid. En ze kreeg dat bericht binnen op haar iPhone en dat gaf ze door aan een vriendin. En een explosie van emoties was niet meer te houden, ook aan onze kant. Ja, dat is een moment, je gaat er naartoe om de mensen een hart onder de riem te steken. Om mensen ook een knuffel aan te bieden, mensen een hand vast te houden. Dat gebeurde echt volop aan alle kanten. Mensen steunen elkaar. Maar de emoties hadden de overhand, maar ook boosheid en verdriet. Wat deed u op dat moment, toen zij dat bericht zo binnenkreeg? Ja, wat kun je dan doen als burgemeester? Je verstilt. Ze bleef ook in zijn land zitten, toen ging ze naar buiten. Omdat ze dacht dat we last hadden van die emoties. Terwijl ik had gezegd, jongens, het kan hier allemaal, het is besloten. Maar ja, je verstilt. Ik vreesde voor dat moment en het gebeurde. Klopt het dat het meisje een van een tweeling is? Ja, zover we nu weten, ja. Ja. En dat er nog twee andere kinderen in dat gezin zijn? Nou, het hele gezinssamenstelling heb ik niet paraat. Dat kan ik zo niet bevestigen. Nee. Maar het gaat in ieder geval om een moeder en een dochter die overleden zijn.